De R is in de maand en de laatste zondag van de maand. En dat betekent dat het Grand Café van Cultureel Centrum Concordia is omgebouwd tot Country Café. En wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Marijke de Jong. En Danielle Poot. En Joop de Jong. Maar die wil niet op de film. Die wil niet op de film? Nee. Waarom dat niet? Ja, die wil niet op de film. Die zegt, de dames vind ik goed en ik werk al op de achtergrond. En dat is altijd Joop, hè? En tezamen zijn jullie? Change of key. En ik ben afgelopen zondag 7 november, of zondagavond? Zaterdagavond 7 november, ben ik in Boekel geweest en daar zijn jullie onderscheiden. Ja, wij mochten daar de award voor trio van het jaar wederom in ontvangst nemen. Daar zijn we heel trots op, omdat er een andere manier van stemmen was deze keer. Dus als we hem dan krijgen, ja, dat was echt geweldig. En moet ik dat zelf zeggen of zeg jij dat? Ja, Marijke is ook inducted. Dat noemen ze zo, aan de Dutch Country Hall of Fame. Nou, dat was een complete verrassing. Helaas was ik er zelf niet bij. Dat vond ik heel erg jammer dat ik het heb gemist. Maar zij was ziek. Ja, dat kan gebeuren. Maar kijk eens, ik was er wel bij. Ja. En ik moet zeggen, die award gala, die begon al gelijk met de stringband van Uit de Hoek van Holland. En daarna was het gelijk een knaller, want werd uitgereikt de eerste award van die avond. En dat was dus... Welke award was het ook alweer? Zal ik hem even pakken? Ah, heerlijk. Ja, kijk. Deze. Even het plaatje zoeken hoor. Trio van het jaar. Ja, trio van het jaar. Was dat de eerste keer dat jullie dit award kregen? Nee, het was niet de eerste keer. De derde keer? De vijfde keer. Zo, Marijke moet even voorzeggen. Oh, ja. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Want, maar ik had begrepen van de Dutch Country Music Association dat jij ook was genomineerd eigenlijk. Voor zangeres van het jaar. Maar ja, Ilse de Lange ook. En die heeft gewonnen. Nou, jammer. En jullie waren ook al vaker genomineerd. Maar kijk even terug in de jaren. Hè. Mm-hmm. Hoeveel nominaties zijn er eigenlijk al? Of hoeveel awards zijn er al uitgereikt in de loop van de jaren? Toen was 2008 was een klapper. Maar toen hebben we inderdaad een award voor de CD, de song, het trio. Danielle als zangeres en Joop als instrumentalist. Dat waren de vijf. Daar waren we echt helemaal flabbergasted. En in de loop der jaren zijn er voor trio en voor zangeres. Danielle is ook nog twee keer zangeres geweest daarna van het jaar. En instrumentalist. En ja, eigenlijk vanaf dat moment altijd trio van het jaar. Dat jullie, dacht ik, weer in Amerika zijn geweest deze zomer. Was het op zomervakantie of was het voor werk? Wat was het nou eigenlijk? Nou, het is voor het werk, maar dat wil niet zeggen dat je er niet van kan genieten. Hè? Dat was het wel. Ja, kijk, we hebben opgenomen, we zijn ook dingen weer aan het onderzoeken geweest. Maar ja, we genieten natuurlijk ook, want je ziet zoveel muzikanten dan. En dat is zo geweldig om daar gewoon in het publiek te zitten. Want ja, dat is ook een liefhebberij van ons hoor. Gewoon andere muzikanten zien spelen, dat is geweldig. Maar we mochten ook wel op het podium staan her en der hoor. Zij vooral. Ja, toch wel wat voor soort pet was het dan? Een muts of hoe was het eigenlijk? Ja, onze kerstmutsen. Dit zijn de twee kerstmutsen, zijn dit. Ja. Ja. Nou ja, we zijn met van alles bezig, Jan. Dus ja, kerst komt er ook aan. Dus je kan niet weten wat er dan allemaal nog komt. Hè? Het is natuurlijk al bijna december. Ja. En dat betekent dus dat de kerst weer aankomt. Ja. En wij mogen ook in het bij RTV Knippen en Waard, in de radiostations, mogen ook de kerstliederen weer tevoorschijn halen. Mm-hmm. En dat betekent dus dat ik ook in mijn kerstvoorraad weer gezocht heb naar mooie cd's. Mm-hmm. En volgens mij heb ik daar alweer eentje liggen van jullie van hoeveel jaar geleden? Twee jaar geleden alweer. Noel to Remember, dat klopt. Die heb jij al. En nou ja, de rest moet je vanmiddag maar afwachten. Oké, ik kijk even naar mijn cameraman. Gelet op tijd. Volgens mij moet het bijna beginnen, dit concert. Ja, en wij wensen jullie heel veel succes vanmiddag. Dankjewel. En hoe zit het nog even voor de aanwezigen die er volgend jaar of eind van dit jaar niet bij kunnen zijn? Want we krijgen nog één R in de maand van dit jaar. Ja, en klopt. Eén laatste zondag. Ja. Dan mogen we die mensen alvast een hele fijne kerst wensen. En een voorspoedig 2016. En ik hoop ze allemaal hier de laatste zondag in januari sowieso ook te zien. En hebben jullie nog een kerstconcert? Wij hebben een kerstconcert, alleen deze keer niet hier. We gaan deze keer naar Den Haag. Want we doen dat altijd in combinatie met het dubbelmannenkwartet van haar broer, Arie.
En dat is altijd een gezamenlijk kerstconcert. We hebben het 1 keer in Gouden gedaan, 1 keer hier. En de 3de keer doen we het nu bij hun in Den Haag. Ja. Dus dan moeten we dus met z'n allen naar Den Haag. Ja, ja, als jullie mij mailen, dan zorg ik gewoon voor een bus. Dan gaan we met z'n allen. Ja, is dat goed? En waar gaan we dan naartoe? Dan gaan we naar Café Engels. Sociëteit Engels aan het Koningin Emma-kade. Ja, die dus. Ja. Oh, ja, de jazzclub, ja. Daar moet je dus gewoon naartoe gaan, luisteraars. Graag zelfs. Ja, oké. Okay. Bedankt. Jullie ook. Veel plezier. Dank jullie wel. Bedankt, hè. Henk, goeie. We gaan ook wat liedjes van onszelf doen. En ook dit was een verzoekje. Head over heels. Dik en afgelijk. Ja, ik doe gelijk even een paar achter elkaar. Dan hebben we een paar gehad. En die zijn ook lekker makkelijk voor ons. Dus dat is ook wel weer om mee te beginnen, toch? Nou. Moet je het zeggen? Dat is vaak zo, ja. Maar dat geeft niet. We gaan gewoon eens even kijken of we hier uitkomen. Head over heels for love with you. Friends will say that I'll outgrow it, but I'm
Hij schrikt er helemaal van, die jongen. Hij denkt liefdesliedjes. Hij heeft aandacht nu, hè? In a town this size. Jongens uit Canada bedoelen wij de Good Brothers mee. En ze zijn afgelopen jaar niet geweest. We hebben stille hoop dat ze misschien volgend jaar weer komen. We gaan er gewoon. Ja, toch? Wat zeg je? Ja, weet je, was aandacht waard. Hoort u wat hij zegt, dames en heren? Bij vorige nummer zei van nou, omdat hij dat nog nooit gespeeld heeft. Misschien is het een van een live CD, nog nooit gespeeld. Liever maar niet meespelen, dan laat u dus prons zijn bouw van. Dat komt er wel. Frustratie. Ja, dat is zeker. In de town is het deze man. Ja, zo. Ja, kom maar mee.
place like this, how the rumors do fly in a town this size. In het zaal van Zand. Dank u wel. Ja. Ja. Ik ga eventjes naar voren. Wat weet jij? Jij weet het wel. Ja. Ik wilde graag eventjes Dick Groot, Fred van der Vaart, Jan en Evenhuis en Jannie, jij voor Hans. Even met z'n vieren naar voren. Ja, Dick Groot. Ja, jullie zijn toch niet Oost-Indisch of opeens wel? Ja, het zou best kunnen natuurlijk. Ja, even kijken, dat is, dames en heren, daar wil ik eerst eens een applaus voor, want in Nederland wordt er heel weinig op de nationale radio country gedraaid. En deze heren zorgen op de lokale dat we dat wel hebben. Plus dames, hartstikke bedankt. En dat vinden wij toch heel belangrijk. En wij dachten, weet je wat, het zou nou zo leuk zijn om vandaag iets extra's te doen. En normaal gesproken doe je dat niet voor Sinterklaas. Want het hoort eigenlijk na Sinterklaasmas. Maar ja, dan zien we elkaar pas op 27 december weer. En dan is de kerst al voorbij. Dus wij dachten, weet je wat? Wij geven deze vier gewoon de eerste exemplaren van de nieuwe kerstzing. Juist. En als het goed is, komt Daniel erbij. Dat nummer heet Dear Footprints in the Snow. We gaan hem zo meteen spelen. En jullie hebben als... die primeur. Jullie hebben de primeur. Ze waren vrijdag dood. En ik heb ze nu weer meegenomen. Ja, dus wij dachten dat doen we vandaag. En we gaan zo meteen spelen. Toevallig. Zijn er nog meer radiomensen in de zaal die ik vergeten ben? Want ik kan het niet alles onthouden. Gelukkig, ik had iedereen. Heerlijk. Ik zou zeggen, wij hopen dat jullie ons willen promoten. Nogmaals bedankt namens Change of Key en al die andere artiesten in Nederland. Dat jullie voor ons zorgen dat de muziek gedraaid wordt. Dames en heren, DJ's in Nederland. Dank jullie wel. Ja. Dus hij heeft straks van RTV Krimpen en Waard, had hij een interview voor ons en dat wordt zo meteen uitgezonden. En toen zei hij van, is er nog iets nieuws op komst? Doen jullie nog wat met kerst? Ik denk, ja, even wachten, ogenblikje. Zo. Nou heb je dus het probleem als je een nummer schrijft, want het is wel weer een eigen nummer, dat vinden wij zelf toch altijd erg leuk. Het gaat over Dear Footprints in the Snow. En iedereen die niet helemaal Nederlands, niet helemaal Engels praat, zou het kan verstaan, wil ik een heel klein stukje erover vertellen. Normaal gesproken is het natuurlijk Dear Footprints. Dat gaat over hertjes en bambies. Maar je moet deze zien als met EA. Dus het is eigenlijk lieve voetstappen in de sneeuw. En het gaat over kleinkinderen waarvan je de eerste stapjes in de sneeuw ziet. En naarmate ze groter worden, het gaat zo snel. En voor je het weet, dan staan ze met elkaar te zoenen onder de mistletoe. Daar gaat het eigenlijk over. Dus het heet Dear Footprints in the Snow. En ik wil er nog wel even bij zeggen dat we het samen met Tim Crouch, natuurlijk onze grote vriend uit Amerika, hebben gearrangeerd en opgenomen. Dear Footprints in the Snow. Ik ben zover. Christmas time is coming once a year. The winter nights are cold and crystal clear. Everywhere are candles burning from the North Pole. Santa is returning with his red-nosed reindeer. I see their footprints in the snow. A little bigger than a year ago. While the freezing winds do blow, your cheeks they get a rosy glow. My heart's all full of love and overflow as I see your dear footprints in the snow. As time flies by, you're growing.
too fast. And days like this will soon be in the past. But right now, no time to worry, only Christmas cheer and sing glory. En die kostprijs is €22,50. Nou, dat is wel niet te veel, wel. Nee, voor €2,50 is die hier het koop. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying at first, but your love and love progressed. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? We could talk all night about the world. Tell you about my friend, how would it go? I could ask a lot of crazy questions, or ask you what I really want to know. If I said that you had a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying at first, the joy and flow of love impressed me. If I said that you had a beautiful body, would you hold it against me? The ring of falls in the sun against the window, sun can shine so bright out in the sky. Daddy always told me don't make small talk. He said, "Don't allow it to
I said you had a beautiful body, but you hold it against me. If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying first, would your bloody love quench me? If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying first, would your bloody love confess me? If I said you had a beautiful body, hold against me. If I said you had a beautiful body, would you hold against me? Muziekjes, ik had er ook één, omdat ik het zo'n gezellig nummer vind. Hillbilly Girl. Keep the lights down.
control. You took my body and soul. I'm just yours in this house. Ja, we gaan het hebben over Just One Time. Ja, kom maar. Ik weet niet wat doen. Wat zei je? We houden ons aan de lijst. Hebben jullie het al gezien? We houden ons aan de lijst. Dat had jij niet opgerekend. Jij had er helemaal ingespeeld op van nou, ze gaan het vast anders doen. Wij dachten dat maar niet te doen. Just One Time. Dus Nico, geen bezoekjes aan het rijden. Zometeen in de pauze, maar dan mag het. Just One Time. It's
Ik ga weer even om. Ik hoor dit allemaal voor het eerst. Dames en heren, Harm. Ja, ja. Ik heb er niks mee. Ja, ik ga toch nog eventjes naar voren. Ja, want het is... Het was zo op 7 november toen de uitreiking er was, dat Joop en ik in de zaal zaten en Daniël ziek thuis lag. En die had echt zo boehoehoe, ik kan er niet bij zijn. Dus ik dacht, weet je wat, we doen het vandaag gewoon nog een keertje over. En ik pak hem even, Daniël, wil je even naar voren komen? Want ja, het is natuurlijk toch gewoon trio Change of Key, hè? Dus meisje, alsjeblieft. En daar horen natuurlijk bloemen bij. Zie je niet? Ja. Daar horen bloemen bij. Meisje, alsjeblieft. Maar, je mag helemaal niet. Nee, je mag niet aan de beurt. Het is ook altijd zo dat je op zo'n avond, en iedereen kent mij en weet dus dat ik degene ben die toch een beetje het grootste woord heeft. En dan blijft er altijd eentje achter je die zegt van meisje, als jij dingen wil doen, doe maar. Organiseer maar. Ik help wel mee. Ik doe wel mee. Dus ik wil één keer een oorverdovend applaus voor YouTube. Ja, dat is het. En ik wil graag even vragen of er even een paar foto's gemaakt kunnen worden. Want wij hebben geen foto dat we met elkaar de award hebben. Dus jij moet even binnen nu. Oh, jij bent lekker naar binnen. En als het goed is, heeft Peter ergens een fototoestel sowieso. En ik vraag aan Rob of we even kunnen bubbelen. Ja, kijk. Dat vind ik toch wel. We zijn heel blij met deze award weer. Ja, leg jij ze weg. Het is echt... Je zou soms denken, ze raken dragen. Nee, dames en heren, dat is echt niet zo. Je raakt er niet aan gewend. Het is elke keer weer onwijs leuk. Dat is mijn woord, hè. Onwijs leuk om weer een award in ontvangst te mogen nemen. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En daar komt de bubbel. Ja, ik hoor net, de trio is op de huur via WWW Concordia. Dat weet ik niet of jij daar veilig zit. Oh, jij kan dat gewoon, ja. Kijk, zo werkt hij. Dankjewel, die gaat er overheen. Nee, helemaal nodig. Dat gaan we niet herhalen, als jij nu zegt. Jongens, dank jullie wel. Op jullie, dank jullie wel. Proost. Nee, wij proosten ook dus. En ik wil dan toch nog even, want ze zit achterin. En ik weet dat ze het grootste voortouw heeft genomen om te zorgen dat ik deze kreeg. Jannie van Dam, dank je wel. Want jij hebt ervoor gezorgd, dat weet ik zeker, dat deze ook in ons gezicht kwam. Ik mag me vanaf 7 november... lid noemen van de Country Music Hall of Fame in Nederland. En daar ben ik heel blij mee. Nogmaals, onwijs bedankt. Zo, dan heb ik nu tijd om te drinken. Ja, nee, we zijn klaar met spelen voor de eerste set. Ik ben klaar. Jullie ook? Ja, ik ben klaar met de eerste set. We gaan eventjes wat drinken. We zien jullie zo meteen terug. In a smoky bar, in the backseat of your